Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie nog eens een haul. Ik heb een haul van kleding van Totally Too, van Chicuil en een outfit van Lovies die ik heb geshopt. Dus dat ga ik met jullie allemaal delen. Ik ga eerst zoals gewoonlijk alle stuks zo laten zien. En dan doe ik ook nog een kleine try-on op het einde. Mochten jullie geluiden zoals deze horen? Dat is mijn afwasmachine wat opstaat. Dus sorry daarvoor, maar ik kan er nu niet meer afzetten. Dus ja. Ik ga beginnen met de items van Chicuil die ik heb gekocht deze maand. Als eerste heb ik een trui. Ik ga het nu wat naar achter zetten, dan gaan jullie het beter kunnen zien. Dit is een trui met zo'n afhangend mouwtje, zo'n pof. Ja, ik kan dat niet goed uitleggen, maar je gaat dat wel goed zien aan. Dat lijkt nu of dat zo'n hele rechte mouwen heeft, maar dat is eigenlijk zo'n extra dimensie aan de schouder. Want het is wel echt heel tof. Ook een hele mooie kleur. Dit is zo'n grijs-bruine kleur. Dan heb ik daar een topje. Een blouseje met lange mouwen. Met een colletje. Het is niet zo'n heel dik stof. Het is echt zo gewoon een blouseje om ergens onderaan te doen. En even komt voor de camera. En hier is dat zo ruffeltjes. Super tof, super mooi. Heeft lange mouwen zoals ik zei. En de achterkant is zo en het is ook niet heel lang. Dus het is ook niet echt een crop top, maar het komt ook niet super lang. Gaat je hier blijven zitten? Ja? Dan als laatste van Chicuil heb ik een jogging gekozen. Ik had deze overlaatst al aan en er kwamen best veel vragen over op Instagram. En dit is het pakje. Dus het is een pakje met een kap. Een sweatertje. Is ook een beetje korter, ook niet echt krap, maar toch wel een beetje korter. En dit is de broek ervan. Een soort leggingachtige broek. Van onder ook een elastiek. En het is echt zo'n wollig stofje. Ook een touwtje om aan te binden. En van achter is die gewoon vrij simpel. Echt super leuk om in huis te chillen. Ik heb ook een leuke code voor Chicuil, dat is Talissa20. Daarmee krijgen jullie 20% korting. Niet op de afgeprijsde artikelen en de beauty, maar wel op al de rest van Chicuil. Oké, dan als volgende ga ik Totally Too laten zien. We hebben twee jurkjes. Dit komt trouwens allemaal binnenkort binnen. Vandaag, als deze video online komt, is het woensdag normaal gezien. Dan komen niet deze items binnen, maar wel nog andere leuke items. En deze komen dus volgende week woensdag of de week daarop woensdag. Als eerste hebben we dit kleedje. Het is zo een, heeft zo ruches van onder allemaal met elastiek. Ook weer een langere mouwtje en wel een beetje décolleté, maar als dat aan is, is dat wel echt goed, valt dat echt wel goed mee. Dus als je niet graag décolleté draagt, het is niet een gigantische décolleté, maar je zult het wel zien op het einde als ik het aan heb. Deze heb ik al eens aangehad voor foto's te maken. Deze is in een roestgouden tint met zwarte bolletjes, dus hetzelfde model. Gewoon andere kleur. Maar echt een heel mooi model. Ook van achter aan de poep. Dat vormt heel mooi. Dus ja, ben echt fan van die kleedjes. Dan heb ik een huispak van Totally Too. Het is een ribfluweel. Wat trouwens heel fel in is in de periode die nu gaat komen. Het heeft zakken. Super tof. Twee zakken aan de zijkant. Ribfluwelen broek met een elastiek van onder. Er zo uit, de achterkant is zo en hij schijnt niet door. Ik draag daarin trouwens een small, want dat dragen jullie mij ook vaak. Ik moet wel zeggen, dit pak gaat er ook in het khaki komen, dat heb ik ook en die heb ik in een medium genomen. Dus soms heb ik het graag iets strakker en soms heb ik wel graag zo'n oversized huispak aan. Nou, dit is de trui, die is ook weer een beetje krop. Ook weer van dat ribfluweel. Ook de binnenkant is heel aangenaam en zacht materiaal.
Dus echt super tof om in te chillen. Ik heb dat pak al een paar keer aangehad. En ik moet zeggen, mijn mama en mijn schoonmama, trouwens voor lockdown 2.0 begon, hebben mij toen gezegd, oh, we willen dat. Dus die hebben dat opgeschreven, dat als dat online komt, dat ze dat dan snel gaan bestellen. Hopelijk, als het nog niet te snel weg is. Oké, dan hebben we een jas. Deze is ook nieuw, die heb ik zelf nog niet aangehad. Ziet er zo uit, een kortere witte. Deze gaan we ook in een camelkleur hebben. En met een riempje om te binden. Ook weer zakken. Heel goed gevoerd van binnen, dus lekker dik. En ideaal voor de koude herfst- en winterdagen. En dan als laatste heb ik een kledingitem van Lovies. Dit is eigenlijk een setje, maar waardoor dat je het, als je het samen draagt, lijkt het echt op een kleedje. Dus dit is het rokje. Dit is een vuile paarse kleur. Zo oud, roze, vuil paars is dat eerder, noem ik dat. Met een tijgermotief met ja, goud en wit, oranje, bruin. Dus wel echt een herfstig lookje. En dan is dit de top die erbij is. Dit is de top met zo pofmouwtjes, ruffeltjes van onder. En ook hier ruffeltjes aan de schouders. En een hoger kraagje. Oké, dat was alles wat ik jullie wou laten zien. En dan gaan we nu over naar de try-on. Heb gekocht en alles voor deze haul wat ik aan jullie wou laten zien. Hopelijk hebben jullie nu weer een beetje fashion inspiratie. En vergeet zeker niet mijn code voor Chicale, Talisa20. Voor de andere twee heb ik spijtig genoeg geen code. Maar toch, ga zeker Totally Too en Lovies ook eens checken, want er staan super leuke dingen online. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. Ik hoop dat jullie allemaal safe zijn. En ik zie jullie snel weer.